Goed mensen, ik ben Sommer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PR Modpack. Jongens, ik heb er hartstikke veel zin in. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor de 2000 likes die de vorige episode... Twee episodes hiervoor zijn gegeven. Dat is echt sick. 2000 likes is zo ontiegelijk veel. Jongens, ik ga deze keer hetzelfde vragen. Gaan wij vandaag op dit moment nu weer 2000 likes halen? Als het zo is, gaan wij gewoon 2 Lucky Blocks openen. Niet morgen, want ik neem 2 episodes tegelijk op. Omdat ik natuurlijk, voor de mensen die het niet weten, maandag ga ik 24 uur livestreamen. En dan ga ik waarschijnlijk ook wat werk doen aan deze serie. Dus misschien is het wel even leuk om te kijken. Hou ons Twitter in de gaten. En dat is een meteoriet die gevallen is. Dan komt het in ieder geval helemaal goed. En ik weet niet waar die gevallen is. Daarboven is al gevallen. Daar beneden ook niet. Nou, I don't know. Maakt ook helemaal niks uit. Want wij gaan gewoon lekker een Lucky Block fixen. En moeten binnenkort nog wat droppers hebben. Wat gold moet ik fixen. Ik ga waarschijnlijk even wat mijnen in die aflevering. Of tijdens de livestream. Dus als jij denkt van, nou, ik wil echt erbij zijn om te mijnen. Omdat ik ores ga verzamelen, om zo te zeggen. Ja, dan moet je er vooral bij zijn. Want ik heb wel wat weer gold nodig. Ik heb denk ik ook wel weer wat iron nodig. Ik heb denk ik iets nog van 80 tot 60 iron of zo. I don't know eigenlijk. Ik weet het niet zo direct uit mijn hoofd. Maar het is wel handig om dat even te maken. Ik maak nu trouwens 2 lucky blocks. 1 eigenlijk. Ik dacht dat ik er 2 kon maken. Hurbedurp, ik weet niet waarom. Maar het leek me wel even handig om dat te maken. Maar ik heb er dus 1. Ik ga erheen. Ik ga even slapen. Daarna gaan wij de Lucky Block fixen. Iemand zei trouwens ook in de reactie van Sam. Waarom kan je... Of cheat gewoon de items. Dus de Lucky Block items die je hebt. En zorg ervoor dat je die dan weer in jouw Wall of Luck zet. Dan heb je eigenlijk 2 van 1 item. Dat kan. Alleen dat wil ik niet. Dat vind ik heel erg OP. Dat wil ik niet. Dat ga ik niet doen. Oké, we gaan hem open. A portal to the Nether has been created. What the actual fuck? Oh my god. Oh my god, jongens. Jongens, snel. Lucky Block open. Oké, thank you very much, Louis. Oké, thank you very much for the Lucky Block, guys. Thank you very much for all the likes. Maar wat is dit? Oh my god. A portal to the Nether has been opened. Is dit Krakenite? Dit is Krakenite. Dit is Krakenite. Get the Krakenite. Get the Krakenite. Quick, 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 quick. Krakenite is chill. Dit is een speciale. Is dit red meat? Oh my god, dit is Krakenite. Dat is zo dat is. Nou, niet zeldzaam. Want dat zit er vet veel. Alleen. Oh my god, lava. Het is heel erg chill om te hebben. Omdat het. Oh my god, dit is zo moeilijk om te krijgen. Hè? Ik kan beter hier staan. Het is moeilijk om te krijgen. Omdat het natuurlijk een low drop chance is. En ik zie blazes. Oh lord, dit is niet chill. Ik geef ze wat eten, want dan krijg ik al dan nog wat regen erbij. Oh shit, het is zo gevaarlijk dat ik hier sta. Water, mooi zo, we hebben water. Au, we staan in de fik. We staan in de fik, oké, niet meer. Chill. Zoveel obsidian hier ook. A portal to the Nether has been opened. Oh my god. Ja, I don't care, ik heb hier toch water. Dus van mij mogen ze schieten wat ze willen. Dus mij krijgen ze niet. Hoeveel Krakenite heb ik? Ik heb 11. Ik moet meer hebben. Ik weet niet wat ik precies aan Krakenite heb. Ik weet het wel, je kan er allemaal van maken. Maar ik weet niet precies hoe sterk het is. Maar ik neem aan dat het best wel heel erg sterk is. Oh, snel weer terug. Even in water. En dan gaan we weer verder. Ik neem al het Krakenite mee. Dit is zo. Dit is echt het beste begin ooit. Holy shit. Wil je alsjeblieft dat water. Wil dat meewerken dat het naar het lava toe gaat stromen? Ik denk niet dat het wil. Ik denk niet dat het lava. Of het water daar zin in heeft. Dus hier allemaal onder is ook allemaal Krakenite. Is daaronder lava? Nee, dat is het niet. Chill. Oké, hier zijn we nu veilig. We hebben een klein bunkertje. En nu kunnen we allemaal... Ik heb 18 Krakenite. Oké, we gaan even snel googlen. Dat is geen Google, Sam. We gaan even hier opzoeken. 8 attack damage. Hier, Krakenite sword. Meteor summoner kunnen we doen. Oh my god, jongens. Dit is zo goed, hè. Krakenite. Fuck die lucky block. We hebben Krakenite. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar wat, ik wist echt niet, er is ook een portal dus geopend, naar de Nether, ik weet niet precies wat dat is. Weten jullie dat toevallig? Want ik weet niet wat dat is, ik weet niet waarom ze een portal hebben geopend, naar de Nether, waarom dat hier überhaupt geland is. Ik space hem wel even hoor, holy guacamole, kijk dan, het ziet er echt ziek uit. En het ziet er ook eigenlijk heel erg lelijk uit, misschien moeten we binnenkort even met een builder's wand hier even met dirt eroverheen. Want ik vind het niet echt mooi staan ofzo.
Zo, nou jongens, ik heb denk ik wel genoeg. Hoeveel allemaal geeft dit? I don't know. Het geeft wel heel veel fire protection. Ik weet niet of het hand... Nee, ik heb genoeg, weet je. Ik zie het al voor me dat ik dan een foutje maak en dat ik dan dood ga. Ik denk dat heel veel mensen zeggen van... Nou, Sam, je moet alles meenemen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het handig is. Ik denk dat het beste is dat ik nu gewoon even wegga. Gewoon even mijn ding doen, wat ik wou doen. Vooral een nieuw zwaard maken. Dat is super chill. Ik wil vanaf daar... Oh my god, het ziet er zo eng uit. Portal has been opened. Nou, super tof. Control A. Of control F3 A. Hoppakee. Dan zijn die chunks weer goed geload. Zo. Nou jongens. Terug in onze village. Terug in de peace village. Niet peace qua outro. Gewoon peace van vrede. Nee, ze hebben wat stone nodig. Is dit stone? Ze hebben echt kool. Oh nee, ze hebben serieus gewoon stone nodig. Oh, wat een toeval dat ik dat gewoon heb. Wat zat er trouwens in de lucky block? Echt allemaal items om mee te brewen. Dus dat is ook super chill. Kunnen we een brewery kunnen we daarmee maken? Want ik denk dat je ook heel veel potions erbij hebt, of niet? Nee, dat heb je niet. Jawel, je hebt het wel. Legendary mana restore. Je hebt best wel veel potions erbij. Dus dat is ook wel fijn. Oh, ik moest trouwens even kijken waar ze mee bezig waren. Construction, upgrading. Carrier. Ik weet niet wat het is. In het zuiden zijn ze iets aan het maken. Ik weet niet wat het is. Nee. Dat zien we later wel, joh. Dat maakt mij momenteel helemaal niks uit. En jongens, wat is het toch warm hier in Nederland, zeg. Jezus. Het regent. Het onweert. Maar het is warm weer. It seems legit. Thank you very much, Nederland. Iedereen houdt van je. Oké, ik had een gold nugget, een glinstering melon, magma cream, blaze powder, firman spirite, nether wart, blaze rot en nog meer. Oh! Ik kan daarmee ook even thorn craften. Zullen we dat anders even doen? Dat is misschien wel even handig, hè? Deze. Welke nog meer? Deze. Oké, dat leggen we even allemaal één. Oh, deze twee doen we wel even. Mushroom, spirite. En we hebben Nether Wart en Firmament Spider Eye. Oké, wat gaan we doen? We gaan even dit doen. Gaan ze even researchen. Hoppakee, kijk hoeveel dat geeft dan. En dat geeft ook magic. Spider Eye hebben we al, mushroom hebben we al. En behalve blaze rot geeft denk ik vuur en magic. Nice! Nee, dit is goed. Ben ik blij mee. Ben ik serieus blij mee dat we dit krijgen. Oké, wat wil ik dus nu gaan doen? Ik wou eigenlijk nog even mijn muur afmaken. Want daar wil ik eigenlijk zo snel mogelijk mee beginnen. En daar begin ik eigenlijk alleen maar mee als hij af is. En hij is dus nog niet af. Hier is mijn chisel. Daarnaast wil ik nog mijn Crackernight Chisel Bizzle maken. Ik weet niet of ik dat vandaag ga doen. Of ik dat misschien morgen ga doen. Of wanneer ik ga vechten. Dat zien we dan wel. Dat maakt denk ik ook niet uit. Oh, iemand zei trouwens ook nog een leuke reactie van Sam. Je hebt waar je raam zat, dus hieronder. Iso. Die kan je ook een uitbreiding maken. En dat is eigenlijk wel leuk. Kijk, wat ik dus dacht. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Wat ik dus dacht is even een uitbreiding te maken. Dat we dan vanaf hier een soort van kleine uitbreiding hier naartoe maken. Gewoon ook met hout. En ik denk dat het wel leuk is. Dat je dan hier gewoon een chill lounge hebt. Waar je gewoon even... rustig kan eten en misschien even alle furnaces neer kan zetten, dat we daar gewoon kunnen koken. Dat is een heel leuk idee. Ik vind dat serieus een leuk idee, dat we hier gewoon een... even kijken, ik heb een axe mee. Kijk, dat is mooi. Dan gaan we hier... Kijk, komt hier een deur en dan gaan we dit eruit slopen. En dan kan je, dan wil ik dit ook even weg, dat je dan gewoon hierin kan en dan zo. En dan kom je bij de keuken. Lijkt me een strak plan. Dat ga ik ook zeker weten doen. Dat is een super tof idee. Thank you very much daarvoor. Ik vind het altijd wel leuk om suggesties, om ideeën binnen te krijgen van kijkers. Dat vind ik echt het leukste wat er is aan YouTube. Vooral aan zo'n serie. Want ik wil jullie ook heel erg ermee betrekken. Dat jullie ook denken van, nah, dit is echt tof. Dus, jongens, wat gaan wij doen? Ik wil dit even afmaken tot het daar komt. Daarnaast moet ik eigenlijk pilaren gaan maken. Want het moet er natuurlijk wel een beetje legit uitzien. Alleen met wat voor blokken zal ik die pilaren maken? Ik moet even kijken. Eigenlijk zat ik te denken aan marble. Of aan quartz. Alleen dat is weer zo super duur. Om daarmee te bouwen. Dus uiteindelijk dacht ik weer, ja, cobblestone. Dat denk ik nu eigenlijk. Dat dacht ik helemaal niet. Dat denk ik nu. Cobblestone gewoon. Even kijken of ze daar mooie blokken van hebben. Of obsidian.
Of Netherrack kan ook. Of niet Netherrack, Netherbricks. Dat kan ook, maar dat is allemaal wel zo super duur. En daar kom je niet zo makkelijk aan. Oh, en waarschijnlijk zitten nu veel mensen gaan van... Sam, ga in die portal daar. Nee, daar ga ik niet in. Daar ga ik dood. Daar ga ik serieus gewoon in één klap ben ik waarschijnlijk dood. Dus nog een niet. Daar ga ik nog een niet in. Dat vind ik gevaarlijk. Zo, nou jongens, we zijn er. Hoppakee, kom erop. Dus wat nu... Hier wil ik eigenlijk gewoon een ruimte gaan maken. Ik denk een ronde ruimte. Want hier wil ik ook een toren gaan maken. Lijkt me wel tof. Dus even kijken hoe we dat willen gaan doen. 1, 2, 3... 4, 1, 2, ik weet niet of dit goed komt, 2, 3, en kom op, nee, die hoort daar niet, get out of my way, en dus 4, en dan moeten we zo weer verder, hoppakee, ik denk dat dit wel, nee, dat wordt niet echt een rondje, hè, als ik zo kijk, dan moet minimaal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Dus hij moet eigenlijk nog eentje verder. Ik doe het helemaal verkeerd. Hij moet nog eentje aan deze kant. Hoppakee. En dan kan dat als het goed is. Zo klopt hij dan wel. En dan is het een mooi rondje. En dan kunnen we zo omhoog. En dan kunnen we hier een wizard tower maken. Dan kunnen we hier ook buiten een soort van court maken. Waar je dan... ik kijk heel naar links trouwens. Omdat ik... ik moet even kijken of het licht niet te erg is. Want meestal is het hier echt super licht. En soms schijnt het helemaal in mijn gezicht. En als dat zo is, ja, dan is mijn facecam eigenlijk helemaal verneukt. Maar dat gaat niet om. Wat ik eigenlijk wil hier maken, jongens, is... Het lijkt mij tof om hier een wizard tower te maken. En daar eigenlijk een soort altaar voor de Ars Magic aan. Dat lijkt me wel een leuk idee. Dus dat is wat ons plan momenteel is. En don't worry, ik krijg ook best veel de vraag van... Sam, ga weer verder met Thorncraft. Dat gaan we doen zodra we meer dingen hebben geresearched. En die research dingetjes heb je eigenlijk, moet je vinden. Dus maak je geen zorgen. Het komt er ook aan. Ik ben meestal met heel veel dingen tegelijk mee bezig. En ja. Oh my god, ik ben zo dom, hè. Ik ben zo dom. Dit is geen toren. Dit wordt ook helemaal geen toren zo. Dit klopt niet. Dit klopt gewoon totaal niet. Jongens, geef me even één momentje. Dus jongens, ik heb hier al een beginnetje gemaakt. Kijk, hoppakee. Ik heb het allemaal zo diep. Ik heb nog wat cobblestone gefixt. En dit is eigenlijk een beetje het begin van onze toren. Dus dat is super chill. Hier gaan wij momenteel... hier gaan we zo meteen allemaal signs plaatsen. Want dat hebben we nodig natuurlijk voor de Wall of Luck. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat komen. Dit moet ik nog even snel plaatsen. Hoppakee. En nee, ik heb helemaal niks meer. Ik heb serieus alles verbruikt. Ik heb nog... het enige wat ik over heb is 3 cobblestone. Shit. Dit is trouwens cobblestone light panel tiles. Ik vond ze wel wat vetter uitzien. En als we zo meteen een toren gaan maken, ziet het er ook best wel ziek uit. Dus... Even kijken wat wij nu gaan doen. Ik wou... ik ga eens slapen. Laten we eerst gaan slapen en dan gaan we even kijken wat het handig is. Waarom doet mijn... Oh, ik wou wel zeggen, waarom doet hij het niet? Heel erg vreemd. Zo, wij gaan even pitten. En ja, ik denk toch dat het handig is... We gaan eerst even farmen. Misschien is het handig om eerst even kijken hoe het met ons farm gaat. Want het is ook al een hele lange tijd geleden dat we daar waren. Dus, oh my god, check wat voor enemy daar staat. In mijn farm. Op mijn minimap. Staat die in mijn farm? Nee, hij staat gelukkig niet in mijn farm. Hij is waarschijnlijk eronder. Maar I don't like it. I don't like it. Zo, jongens. Nou, dit is mijn farm. Dit is een raspberry. Nou, vond ik super chill. Om hier te hebben. Ik heb trouwens... Kom ik nu achter. Ik heb geen home mee. Herp derp. Herp de derp. Dit kan weg. Hoppakee. Nou, kom op. Yes, thank you. Dit is een mais. De sweet corn. Is ook super chill om mee te farmen. Heb je ook, geeft denk ik ook best wel heel veel eten. Ik weet niet, ik denk 1 of 1,5. 1,5 dus. Nou, dat is super chill om mee te nemen. Dan hebben we hier strawberries. Hebben we trouwens alles geplant? Ja, we hebben alles geplant. Maar zo. Strawberries. Die was nog niet klaar. GG Sam, lekker gedaan. Strawberries. Nou, dat zijn ook nog. Dat spreekt voor zich wat het is. Aardbeidjes. Kom op. Dat is best wel irritant eigenlijk, weet je dat? Dan is dit is blackberry. Nou, dat is ook super chill. Dat geeft niet veel eten, blackberries. Alleen, ik vind het wel leuk om te hebben. Want ja, het hoort er wel bij. Dan komen we nu een beetje bij de meerderheid. Nou, dat is eigenlijk daar. Want daar heb ik echt super veel van. Ik had echt nog super veel cotton seeds, blijkbaar. Super chill.
Kijk, hoppakee, dit is cucumber. There we go. En hier, dit heb ik eigenlijk allemaal getiled. Die andere had ik, dacht ik echt van, nou, weet je wat, ik wil gewoon snel even opnemen. Dus ik schiet een beetje op, ik gooi het gewoon neer. Nou, kijk, dit is cotton. Is ook super chill om even te farmen. Bam. Dit is trouwens dus 1,5 wol. Dit geeft mij gewoon wol en strings. Dus het is best wel heel erg chill om te farmen als jij veel wol of strings wil. En het, oh shit, dat is dus niet de bedoeling. En het groeit automatisch aan. Dus dat is super gunstig. Je hoeft het niet kapot te maken ofzo. Tenzij het roze wordt. Als het roze wordt, dan moet je het wel even gaan farmen. Want dan komen er zaadjes uit. En dan komen als het goed is 2 tot 3 zaadjes uit. Is best wel heel gunstig. Zo, voilà. Dat zijn heel veel chili seeds. Nou, chili seeds, jullie weten wat het zijn. Dat zijn de ghost peppers van Minecraft. Nee, maar hopen van niet. Damn, je kan ze eten. Chili. Ik hoop dat ze zoet zijn. Ik hoop dat het zoete chili's zijn. Want ghost pepper-alike dingen, dat zou ik niet opeten. En dan hebben we dit natuurlijk. Nou, dit zijn blackberries alleen. Dat is van de Natura mod. Nou, dat boeit me eerlijk gezegd niet. Het staat er wel leuk. Alleen, het gaat vooral om de farm. En ik heb mijn... Ja, cucumber heb ik wel teruggeplaatst. Dus. Ja, hier moet ik nu even ding gaan maken. Ik vind dat ik dat inderdaad even moet doen. Dan gaan we even kijken wat voor blokken we daarmee mooi kunnen gebruiken. Ik denk... I don't know eigenlijk. Ik dacht van, ik weet wat voor blokken ik gebruik. Alleen nu zit ik over na te denken. En denk ik van, het is best wel moeilijk weer om zo'n blok uit te kiezen. Oh my god. We gaan even kijken wat we hiervoor hebben. Dit is wel echt heel mooi. Deze is echt wel echt super mooi om te gebruiken, vind ik. We gaan deze gebruiken. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze episode. We hebben best wel lekker veel progressie gemaakt. Het is meer offcam wat ik eigenlijk heb gedaan. Maar we hebben vooral Cracker Knight hebben we, wat super chill is. En we hebben het beginnetje van ons tunnel en van de toren, wat ook super chill is, wat we best wel veel mee kunnen doen. Dus dat is super chill. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet die like niet. En dan zie ik jullie gewoon morgen bij een nieuwe aflevering van de PM Modpack. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace.